duurzame warmte voor 95.000 huishoudens in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Daar werken we aan. Eneco wil haar warmtenetten verduurzamen en onderzoekt op al haar locaties de verschillende toepassingen. In Rotterdam is toepassing van restwarmte het meest geschikt vanwege de industrie. In Rotterdam wordt sinds 1949 gebruik gemaakt van restwarmte. Rotterdam heeft een van de grootste warmtenetten in Nederland. Door de aangekondigde sluiting van de energiecentrale aan de Galileestraat zijn de plannen van Eneco in een stroomversnelling gekomen. Door de inzet van de restwarmte van de afvalenergiecentrale Rozenburg is het mogelijk om jaarlijks 95 kiloton CO2-uitstoot te reduceren. Een CO2-besparing van ongeveer 60% ten opzichte van het gebruik van gas voor verwarming en warmtapwater. Daarom legt Eneco Leiding Over Noord aan. Een 16,8 kilometer leidingtracé door 3 gemeentes. Zo is er warmte voor tienduizenden woningen, bedrijven en instellingen. Om zo'n groot project te doen slagen is uitgebreid overleg geweest met lokale ondernemers, bewoners en overheden. De warmwaterleiding zal langs woonwijken komen, bedrijventerreinen, wegen en rivieren. Op al die plaatsen is in overleg bepaald hoe de werkzaamheden plaats moeten vinden. De warmwaterleiding begint bij de afvalenergiecentrale Rozenburg. De warmwaterleiding wordt dan onder de Nieuwe Waterweg geboord, ter hoogte van het Scheur. Aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg loopt de warmwaterleiding langs de westrand van Vlaardingen naar de zuidzijde van Rijksweg A20. De warmwaterleiding volgt de A20 en loopt dan door Schiedam via de noordzijde naar de wijk Mathenesse en komt dan in Rotterdam. Via de Marconiweg wordt de warmwaterleiding uiteindelijk geleid naar het terrein van de EFG-centrale aan de Galileestraat. Met de aanleg van een 17 kilometer lang leidingtracé komen we onderweg verkeerspleinen, parken, sportvelden en water, maar ook bedrijven, woningen, scholen en verzorgingstehuizen tegen. We brengen alle partijen in die directe omgeving van de warmwaterleiding in beeld, zodat we hen tijdig kunnen betrekken bij de voorbereiding. De aanleg van de warmwaterleiding in 2013 en 2014 kan dan voor alle betrokken partijen voorspoedig verlopen. Eneco zet meerdere aannemers gelijktijdig aan het werk om de aanleg van het transportnet te bespoedigen en zo de overlast voor de omgeving te beperken.